Welkom Waterman bij de kaartlegging thema van belang voor jou. We gaan dit doen aan de hand van één Lenormand kaart. En dan gaan we eens kijken waar voor jou eventueel in de komende periode de focus zou kunnen opliggen. En de kaart voor jou is de kaart van de uilen. Hierbij ga je tijd vrijmaken om informatie in te winnen. Dat kan zijn om iets bij te leren, om meer kennis op te doen over een bepaald onderwerp. Ofwel zou het kunnen zijn dat jij raad gaat vragen aan oudere personen om een uitweg te vinden uit de een of andere situatie waar dat jij je in bevindt. Zo, ik heb even het camerastandpunt aangepast en zo is de kaart ook duidelijker zichtbaar. Hè. Maar met die kaart van de uilen, wanneer jij dan die extra informatie aan het inwinnen bent, wees vooral nieuwsgierig. Want wanneer je nieuwsgierig bent, dan betekent dat ook dat je open staat voor informatie op welke manier die dan ook tot jou komt. Is dat via opzoekwerk dat je online doet? Is dat letterlijk via studieboeken? Of is dat van goede raad van andere mensen? Als je daar nieuwsgierig naar bent, dan wil je echt wel weten, wat ga ik hier vinden wanneer ik online aan het zoeken ben. Als je in studieboeken aan het lezen bent, ben je geïnteresseerd in dat onderwerp en wil je daar absoluut ook meer over te weten komen. En in de situatie van dat jij raad gaat vragen, het heeft geen zin om raad te vragen aan andere mensen en eigenlijk bij jezelf te denken, ik weet het eigenlijk toch beter. Dan kun je even goed geen raad vragen. Hè. Vandaar, wees ook nieuwsgierig naar wat je gaat te weten komen, wat je allemaal gaat leren. En wat je in je op kan nemen allemaal. En dan zou het wel eens kunnen dat je heel boeiende informatie kan vergaren, waar dat je dan in de toekomst iets heel positief, iets heel constructiefs ook mee kan doen. Nu, een ander aspect waaraan ik moet denken als ik naar de kaart kijk, uilen, dat zijn nachtdieren. En die kunnen ook goed kijken in de nacht, in het donker. Dus zij zien dingen op momenten dat wij in ons bed liggen. En anderzijds zien zij ook dingen die 's nachts gebeuren. En dat zou eventueel ook verrassende informatie kunnen opleveren voor jou. Iets waar dat je eigenlijk totaal niet op geanticipeerd hebt. Hè, wanneer dat je extra informatie wenst over een bepaald onderwerp, dan kan je zo een beetje anticiperen op, het zou in die richting kunnen gaan, het zou daarover kunnen gaan. En je kan bijvoorbeeld ook een vragenlijstje samenstellen van welke vragen je zeker wil gesteld hebben. En dan geef je ook mee zelf richting aan waarover gesproken kan worden. Maar als je de uil, ik ga nu naar de persoon met wie dat je praat verwijzen als de uil even. Maar als je de uil laat praten over wat hij of zij ziet, dan zou dat wel eens verrassende informatie kunnen zijn. En die ook heel waardevol is, omdat dat iets is waar je eigenlijk in eerste instantie ook totaal geen rekening mee gehouden hebt. Wat dan weer een nieuw perspectief of een diepere laag kan geven aan de informatie waar je eigenlijk al over beschikte. Zo, dit was jouw kaartlegging voor vandaag. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.